Deze derde kennisclip gaat over starten met je literatuuronderzoek. We behandelen hoe je begint met zoeken, het gebruik van de juiste kernwoorden en zoekwoorden en waar je start met je zoektocht, zoals specifieke websites, wetenschappelijke tijdschriften en databases. Hoe ik zou aanraden om te beginnen met zoeken is met wat we wel de sneeuwbalmethode noemen. En dat is dat je met één publicatie begint en dat je van daaruit verder gaat zoeken naar andere publicaties door in de literatuurverwijzingen te kijken. De naam komt van, zoals een sneeuwbal van de berg afrolt, dat je klein begint met één werk en via de literatuurverwijzingen steeds meer publicaties oppikt. Een zoekterm is een woord dat je aan de zoekmachine doorgeeft waarmee je aangeeft ik ben op zoek naar informatie hierover. Het is heel erg belangrijk dus om de juiste zoektermen te gebruiken. Anders dan gaat de machine naar de verkeerde dingen op zoek. Het vinden van de juiste zoektermen is vaak een beetje een proces van trial and error. Je zal heel vaak dingen toch anders of opnieuw moeten proberen. Een aantal algemene tips zijn om in ieder geval in het Engels te zoeken. Er is veel meer literatuur in het Engels verschenen dan in het Nederlands. Een andere tip zou zijn om succesvolle zoektermen voor jezelf op te schrijven en te bewaren, zodat je die later opnieuw kan gebruiken. Plekken waar je heel goed zou kunnen beginnen met je onderzoek. Er zijn bijvoorbeeld websites van het Lectoraat Kunsteducatie of van de Master. Die brengen namelijk relatief recent onderzoek van studenten en ook van natuurlijk docenten en lectoren specifiek rond dit onderwerp bij elkaar. Het voordeel daarvan is dat je een specifiek overzicht hebt van wat voor jou, wat op het gebied van kunsteducatie relevant is. En daarbij zou je ook nog kunnen kijken naar de HBO-kennisbank. Daar wordt ook veel onderzoek in gepubliceerd en ook de website van het LKCA, die verzamelen veel van dit soort publicaties in een eigen databank. En het LKCA brengt zelf ook nog een tijdschrift uit, Cultuur en Educatie, wat hier in de bibliotheek aanwezig is, maar wat ook online in te zien is en wat ook met name binnen Nederland heel veel nuttig onderzoek bij elkaar brengt. Artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, een van de makkelijkere manieren om dat te vinden is via de zoekomgeving van de AHK, de Catalogus Plus. Die doorzoekt ook een aantal tijdschriften waar wij abonnementen op hebben. Andere plekken waar je deze publicaties kan vinden zijn bijvoorbeeld de Universiteitsbibliotheek van de UvA. Daar mag je ook als AHK-student heb je toegang tot in ieder geval de locaties. En ook Google Scholar, een zoekmachine van Google speciaal voor wetenschappelijke artikelen. Je kan er ook voor kiezen om je zoekopdracht te beginnen in een specifieke database. Dingen als JSTOR, de HBO-kennisbank, de Directory of Open Access Journals kunnen allemaal erg nuttig zijn, omdat het voordeel daarvan is dat je op een plek zoekt die alleen een bepaald soort materiaal verzamelt. Dus een specifieke database, de HBO-kennisbank is er voor het HBO, JSTOR is er voor peer-reviewed wetenschappelijke publicaties. En van de Directory of Open Access Journals is het mooie dat alles open access gepubliceerd is. Dus het is allemaal vrij te krijgen. Je hebt geen los abonnement nodig om bij die artikelen te kunnen. Thank you.